We komen op zondag samen, in de eerste plaats rondom de Heer Jezus. Dat vind ik altijd mooi bij de... Kijk, we kunnen van elk kerkgenootschap kunnen wat leren, wat we van de vergadering van gelovigen kunnen leren, dat ze elke zondagmorgen met elkaar rondom een tafel zitten en daar het brood breken. En daarmee willen ze tot uitdrukking brengen, we komen samen rondom de Heer Jezus. Dat is de eerste doel van de zondagse samenkomst, om de Heere de glorie te brengen die Hij waard is. Dat hebben we gedaan door middel van onze liederen. In de tweede plaats komen we ook samen om Gods woord te horen. En het is een voorrecht dat wij vanmiddag hier een Bijbel in huis hebben. Vanmorgen luisterde ik nog even via Facebook mee met een echtpaar uit Zuid-Afrika, Iwan en Maggie Boersma, die zijn zendelingen in Indonesië. En die zijn daar, die geven hun hele leven voor één stam. Die het evangelie nog niet heeft. Ze zijn druk bezig om het op schrift te stellen, de taal. En om uiteindelijk de Bijbel, het Nieuwe Testament te vertalen. En om die mensen het evangelie te brengen. Eén echtpaar uit Zuid-Afrika van rond de 35 jaar. Die met 3 kinderen huis en haard verlaten om hun leven af te leggen. Ter wille van 250 mensen in een stam die de Heer Jezus niet kennen. En ja, dat is een voorbeeld voor mij. En het is een voorrecht dat wij hier vanmiddag dat woord van God vertaald hebben liggen. En God wil daarmee onze richting geven. Nou, toen we aan het zingen waren, de eerste 3 liederen die getuigden van de heiligheid van God. En toen dacht ik even, we komen vanmiddag samen op heilige grond. Want de gemeente van de Heer Jezus is een heilige gemeente, apart gezet. En we gaan lezen met elkaar daarover uit 1 Korinthe 6. We zijn apart gezet en ik heb vanmiddag een boodschap, geen bijbelverklarende boodschap, dus we gaan niet door één gedeelte heen, maar ik heb meerdere dingen die ik aan de orde wil stellen. Maar ik heb een boodschap waarin ik echt verlang om met Gods diepe genade te spreken, omdat ik zelf ook afhankelijk ben van zijn genade. Maar het gaat over reinheid, rein leven in een onreine wereld. Het gaat over dating, verkering, relaties. Het gaat over seksualiteit, over huwelijk. Nou ja, een aantal aspecten zullen vanmiddag langskomen. 1 Korinthe 6, vers 10. En die twee woorden, die zijn een indringende, die hebben een indringende betekenis. Dwaal niet. 1 Korinthe 6, vers 10. 1 Korinthe 6, vers 10. Dwaal niet, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Nou, wat een indringende waarschuwing. Gaat het hier nou over iemand die gevallen is of die struikelt? Nee, het gaat hier over mensen die in een levenspatroon leven en zich niet bekeren. En die moeten niet dwalen. En dan zegt Paulus, nee, maar jullie, sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar jullie hebben nou een nieuwe status. We hebben gezongen in dat ene lied, dat mooie lied, van ik ben een kind van God. Maar u bent schoongewassen. Het gaat er over de doop. Maar u bent geheiligd, apart gezet. Maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Vers 15. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. Je hecht je dan dus aan Jezus Kyrios, die is Heer van je leven. Vlucht weg van de porneia. Vlucht weg van de hoerarij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam. Maar wie hoerarij, in het Grieks porneia, wie porneia bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent. Jij bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest,
die van God zijn. Nou, als wij belijden dat de Heer Jezus onze Heer is, dat wij duur gekocht zijn, dan verlangt Hij daarna dat wij door ons lichaam Hem verheerlijken. Nou, daar gaat het vanmiddag over. Ik hoop wat verschillende gedachten hierover te delen. Een boek wat mij het laatste jaar ontzettend bezighoudt, dat is dit boek. En dat boek dat heet De Seksuele Revolutie. En daar staat boven de vernietiging van de vrijheid uit naam van de vrijheid. Het is geschreven door Gabriele Kubi. En dat is een Rooms-Katholiek sociologe. Dus het is geen dominee, het is geen voorganger. Het is een hele verstandige vrouw. En het is een boek wat ontzettend goed geschreven is. En zij beschrijft in dit boek hoe de Verenigde Naties en de Europese Unie één grote agenda hebben om op het gebied van man-vrouw relaties, op het gebied van huwelijk en gezin, op het gebied van gender en homoseksualiteit en abortus en euthanasie, hoe de Verenigde Naties en de Europese Unie een geweldige agenda hebben en miljoenen dollars en euro's erin pompen om het gedachte van mensen ten kwade te veranderen. Wij leven in een tijd waarin wij geïndoctrineerd worden door de media. En we zien dat de overheid er alles aan gelegen is om door middel van lespakketten kleine kinderen, tieners, in hun denken te veranderen. Want we moeten niet meer ouderwets denken, we moeten postmodern denken. En we zien op dit ogenblik hoe heel de samenleving op zijn voegen barst, om het zo maar te zeggen, hoe huwelijken uiteenvallen, hoe we steeds meer homoseksuele relaties zien, hoe steeds meer jongelui niet meer in een verbond van liefde en trouw het ja-woord uitspreken, volgens aangezicht gaan samenwonen. En we zien de enorme gevolgen in de psychiatrie, in de opvangcentra. Het wordt een steeds grotere chaos waarin wij verkeren. Nou, dat boek dat houdt mij bezig, want het is allemaal uit naam van we moeten vrij zijn en vrij leven. En ondertussen raken we met elkaar steeds meer gebonden. En wat zien we in de kerk? We zien in de kerk ook dat wij zonder kritiek dit langzaam maar zeker gewoon allemaal accepteren. Van ja, het is nou eenmaal zo. Het is niks en ja, het zal niet veel meer worden. Hè. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En toch is dat denk ik absoluut niet wat God ons duidelijk maakt in zijn woord. We zien dat hier in de Korinthebrief, een heidense stad waar een tempel was, waar Afrodite, de godin van de liefde, werd gediend, waar 1000 tempelprostituees waren, daar mocht je gratis van gebruik maken. Het was in die tijd niet veel anders dan nu. Dus we moeten niet denken van ja, ik denk wel dat het steeds ernstiger wordt, maar ook in die tijd was het wat en Paulus die brengt onverschrokken een Bijbelse boodschap, een boodschap namens God. Nou, wanneer wij met elkaar hierover na gaan denken, over rein leven in een onreine wereld, dating, verkering, relaties, dan heb ik 3 belangrijke kanttekeningen vooraf. In de eerste plaats, we leven in een gebroken wereld waarin veel verdriet is. Als ik hier dit ga bespreken vanmiddag, dan wil ik dat vanuit Gods diepe genade doen, wetend dat ik van genade afhankelijk ben. En als God mij loslaat, dan zal ik ook niet staande blijven. Dus ik heb zelf 4 tieners met wie wij over deze dingen spreken. Ik ben zelf afhankelijk in de opvoeding van de tieners van Gods genade. Maar het weerhoudt mij niet om vanmiddag dit wel te behandelen. Omdat we het gewoon nodig hebben. En ik heb het hier denk ik wel eens eerder gezegd. Ik geloof zelf in de theorie van de badkuip. Ik weet niet of jullie dat nog weten, sommigen van jullie, maar een badkuip heeft een rand. En een badkuip heeft een bodem. Nou, de rand, dat is de norm. Dat wat God van ons vraagt. Nou, wat vraagt God van ons? Wat denken jullie? Gehoorzaamheid? Heiligheid? Volmaaktheid vraagt hij. Hè? De lat ligt heel hoog. Leven zoals Jezus geleefd heeft. Dan zeg je, nou ja, dan kunnen we wel stoppen. Ja, dan als ik nou naar mezelf kijk, dan hoe? Nee. Die norm die moeten we niet gaan verlagen. God vraagt heiligheid. We zingen met elkaar een overgave
onzagwekkende God, in uw heiligheid, we zingen dat. Nou, dat vraagt God ook van ons. Maar, luister goed. Als we met elkaar spreken over de standaard, de norm die God vraagt, dan doen we dat vanmiddag door met elkaar in de badkuip te staan waar modder ligt. De gebrokenheid van deze wereld. Hier zit misschien een man of een vrouw, een vader of een moeder die gescheiden is. En die zegt, ik had het zo graag anders gezien. Misschien is hier een jongen of een meisje die worstelt met zijn seksuele identiteit. En is het een geweldige strijd. Misschien is daar iemand die worstelt met een verslaving. En die zegt, ik zou zo graag ervan vrij willen komen. En het is me nog steeds niet gelukt. Het kan zijn dat je in je relatie, in je verkeringsrelatie, verkeerde keuzes hebt gemaakt en waar je spijt hebt. Dus wij staan met elkaar in de badkuip vol met modder. En we gaan de standaard niet verlagen. Dat zien we vandaag de dag in heel veel kerken. Ja, maar kijk, anno 2019, toen in die tijd kon dat nog, nu kan dat niet meer. Nee, dat is echt een leugen. Want dan gaan we de Bijbel aanpassen aan onze tijd. Kunnen we allemaal naar huis gaan. En dan zou ik zeggen, lang leven de lol. Doe wat in je hart is. Nee, we moeten dat laten staan. Maar we gaan hierover spreken met elkaar. Door met elkaar in die badkuip te staan. En beseffen dat we allemaal van genade afhankelijk zijn. En dat we ook allemaal misschien wel zelfs fout hebben gemaakt. En dat we ook in een stuk gebrokenheid leven. Maar uiteindelijk strekken we ons allemaal meer hier naar uit. Ook als we fout hebben gemaakt, misstap hebben gemaakt, gezondigd hebben, dan mogen we dat belijden en zeggen, Heere, vanaf nu verlang ik wel om daar naartoe te groeien. Want wat gebeurt er als we de standaard verlagen? Ja, dan houden we niks over. Dan zijn wij net als de wereld. Net als wat je ziet op Netflix en al die programma's van Temptation Island en al die toestanden en al die onreinheid. Als we dit gaan doen, dan hebben we geen boodschap meer voor de wereld. Nee, wat zegt Openbaring 22 vers 17? En dat is nou juist wat de eindtijd uit gaat maken. Er zegt Johannes, de tijd is nabij. Ja, echt, de Heer Jezus komt spoedig terug. De tijd is nabij. Alles wijst erop de tekenen der tijden. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Dus wat zegt Johannes hier? In de eindtijd gaat de scheiding duidelijker worden. Ik geloof echt in Opheusden en in Kesteren. Het is een kwestie van 10 of 20 jaar. Maar je kan niet meer een kerkbankzitter blijven. Je moet kleur gaan bekennen. Echt, we gaan naar een tijd toe waar we allemaal kleur moeten bekennen. Dus het onderscheid tussen degene die God dient en niet dient, die wordt alleen maar groter. Die gaan we steeds helderder zien. Nou, de tweede kanttekening is dat wij vandaag de dag heel veel dingen gewoon accepteren als normaal. En dan gaan we uit van onze eigen ideeën. En we vragen onszelf niet meer af, ja maar wat zegt God in zijn woord? Er is ook geen verlangen meer bij sommigen om gewoon te onderzoeken, wat zegt de Bijbel daar nou over? Nou, op een gegeven ogenblik lezen we in de Bijbel, en dat vind ik altijd een heel indringend gedeelte, over Samson. Die had een zalving van God ontvangen. Gods hand rustte op zijn leven. Maar die heeft juist op het gebied van seksualiteit en van mooie vrouwen, heeft hij een geweldige zegen gemist in zijn leven. Paulus zegt, de Bijbelverhalen uit het Oude Testament staan er voor ons geschreven tot lering. Wij moeten daarvan leren, wij moeten erdoor gewaarschuwd worden. En op een gegeven ogenblik, nou ja, Samson die wordt ook volwassen en die laat zijn oog ook vallen op meisjes. En dan waar rempel, dan valt zijn oog op een mooie vrouw. Uit Timna, de dochters van de Filistijnen. En hij zegt tegen zijn vader en zijn moeder, hij gaat er dus over praten. Jongelui, het is heel belangrijk als je het oog, nou ja, als je een jongen of een meisje leuk vindt, daar ga ik straks nog over hebben, dan moet je met je ouders delen. En hij zei, ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Wel nu, neem haar voor mij tot een vrouw. Maar zijn vader zei tegen hem, evenals zijn moeder, jongen, is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijnen? Nou komt hij. Maar Samson zei tegen zijn vader, neem haar voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste.
Zie je dat? Dat is een beetje, dat is iets wat je nou vandaag de dag ziet in een cultuur waarin ouders vaak niet meer betrokken zijn bij beslissingen van jongeren, want we hebben een geweldige generatiekloof. Zij is in mijn ogen de juist. Dat zie je daarin. Hij gaat uit van zichzelf. Hij heeft helemaal nog geen levenservaring. Zijn ouders zeggen, nee jongen, dat moet je niet doen. En we weten wat de gevolgen zijn geweest in het leven van Simson. Dus we moeten niet uitgaan van onze eigen ideeën, maar we moeten luisteren naar wat God in zijn woord zegt. We moeten de Bijbel dus, en dat is de derde, moeten wij als kompas nemen. Nou, als we de Bijbel als kompas nemen, dan betekent dat niet dat we een concreet stappenplan hebben. Dat is gevaarlijk. Puntje 1, 2, 3, 4, 5. Doe je dat? Komt het allemaal goed? Nee, de Bijbel die bevat richtlijnen, principes die ons verder kunnen helpen. De Bijbel die leert ons hoe we in bepaalde omstandigheden kunnen staan, hoe we daaruit kunnen leven. Nou, ik geloof dat wij in deze eindtijd, de Heer Jezus is nabij, dat wij weer een bediening nodig hebben in de geest en de kracht van Elia. En wat bedoel ik daarmee? Nou, wat er staat in Lucas 1, vers 17. Er staat over Johannes de Doper. En hij zal voor Jezus uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Om het hart, luister goed hè, het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. En de ongehoorzame tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Johannes de Doper ging heen in de geest en de kracht van Elia en hij noemde zonde, zonde. En sommige oud-gereformeerde dominees die zeggen wel eens, hè, we leven in een tijd dat zonde geen zonde meer is. En dat geloof ik ook. We zijn veel te makkelijk om zonde goed te praten. En zeggen, ja, maar mijn vader heeft dit en dit en dit in mijn leven. Hij was afwezig thuis en daarom ben ik verslaafd geraakt en mijn moeder dit en dit. En we gaan allemaal excuses zoeken voor ons zondige gedrag. Ik zeg niet dat dat niet kan, maar wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen zonde in ons leven. Nou, Johannes, die schroomde niet om zonde zonde te noemen, hè, want we weten uit het leven van Johannes de Doper, dat hij op een gegeven ogenblik gevangen wordt genomen door Herodes. En dan lezen wij in Matthäus 14, vers 4... Herodes had Johannes immers gevangen genomen, hem geboeid, in de gevangenis gezet vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Want Johannes had tegen hem gezegd, het is u niet geoorloofd haar te hebben. En dan zien we wat vijandschap in het hart doet, hè, ten aanzien van mensen die het goede voor ogen hebben. En hij wilde hem doden, maar hij was bevreesd voor de menigte, omdat zij hem voor een profeet hielden. Het volk wist heel duidelijk, dit is een man van God. En tegen beter weten in, wil Herodes dat niet toelaten in zijn leven. Nou, als we nou straks verder gaan nadenken hierover, nou kan je twee dingen doen. Je kan zeggen, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Je kan je ervoor openstellen. Of je kan innerlijk, kan je net zoals Herodes, verhard raken. Dat je eigenlijk boos wordt als Gods woord in al zijn radicaliteit wordt gebracht. Waar is God op uit? Nou, dat hier op zondag en zondag geestgezalfde, geestvervulde prediking is. Prediking in de geest en de kracht van Elia. Dat zonde zonde wordt genoemd. Maar ook dat wij bereid zijn om ons te bekeren. Als God zegt, op dat terrein in je leven moet je een koerswijziging maken. Dan moet je je bekeren. En ik geloof dat juist ook in zulke nieuwe gemeentes als deze, dat de Heere de harten van vaders terugbrengt naar de kinderen en van de kinderen naar de vaders. Dat die generatiekloof wordt overbrugd. Ik ga er straks mee afronden. Wij hebben elkaar keihard nodig, zoals we hier zijn. Heel veel kerken lopen leeg omdat mensen allemaal individueel op hun eilandje zitten. En ze strijden met hun eigen problemen, ze worstelen met hun eigen problemen. En ze gaan naar Elios, en ze gaan naar die specialist, en ze gaan naar die psychiater. Maar Larry Krebs zegt in het boekje Verbondenheid, een gemeente naar Gods hart is een gemeente die betrokken is op elkaars nood en problemen en strijd. Daar waar harten van vaders terugbewegen naar kinderen, van kinderen naar vaderen, en waar we zeggen, we hebben elkaar hard nodig.
Nou, wat gaat er nou vandaag de dag mis om ons heen? Wat zien we nou om ons heen gebeuren? Nou, in de eerste plaats zien wij een ongelofelijke nood en eenzaamheid in huwelijken. Gebrokenheid. En hoe komt dat nou? In de verkeringstijd wordt er ten diepste onvoldoende met elkaar gesproken wat het doel van het huwelijk is. Ik kan nou niet een hele huwelijksboodschap gaan houden, maar wat is nou het doel van het huwelijk? Ja, dat we voor elkaar zijn en elkaar helpen. Ja? Dat we met elkaar in het verbond van een huwelijk seksualiteit mogen genieten. Ja? Dat we met elkaar kinderen mogen krijgen en mogen opvoeden tot Gods eer. Ja? Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Je kan naar school gaan. En je kan zeggen, ja, wat doe je op school? Ja, we gaan gymmen met elkaar. En we hebben een sportclub met elkaar. En we gaan met elkaar leuke dingen doen met handarbeid. Nee, wat is het doel? Het eerste doel van school, dat is dat je daar gaat studeren en dat je daar wijzer wordt. Nou, wat is het allerbelangrijkste doel van het huwelijk? Dat is dat door mijn huwelijk, door Jans huwelijk, door Gerrits huwelijk, door ons allen, als we getrouwd zijn, dat door ons huwelijk zichtbaar wordt hoe Christus met zijn gemeente omgaat. Dat is het doel van het huwelijk. En dat is niet dat het een huwelijk is zonder problemen. Nee, het gaat erom hoe wij in het huwelijk met problemen omgaan. Wij zijn totaal deze visie kwijt. Wij willen allemaal een huwelijk zonder problemen. We willen allemaal een huwelijk die net als Max Verstappen op het circuit zonder obstakels, maar een paar rondjes heen en weer schudt. We willen geen enkel obstakel in ons leven. En zodra er iets gebeurt, worden we onzeker. En dan denken we, oh ja, houden we wel van elkaar en willen we wel met elkaar verder. En het is een en al egoïsme. Ik heb de laatste tijd een aantal huwelijken begeleid met een paar anderen. En we worden eigenlijk steeds radicaler in het huwelijk. En we zeggen tegen de man, zeggen we, goed luisteren. Tegen de man zeggen we, leef het leven van Jezus, ook al gedraagt je vrouw zich als een duivel. En tegen die vrouw zeggen we, leef het leven van Jezus, ook al gedraagt je man zich als een duivel. Dat is wat God wil. Hij wil dat wij in het huwelijk meer op Jezus gaan lijken. En dat gaat door de rauwe werkelijkheid van soms afwijzing, van lelijke woorden, van elkaar niet begrijpen, miscommunicatie. En God wil dat we daarin groeien. Daar is tijd voor nodig. En God heeft zulke geweldige principes gegeven. En er zijn goede boeken en er zijn goede video's. Maar man en vrouw moeten met elkaar geduld hebben. Nou, als je dan al in je verkeringstijd niet in zelfbeheersing hebt leren leven, en zelfs op lichamelijk vlak gelijk al alles hebt uitgeleverd, en je het mooiste, nou niet het mooiste, maar iets moois wat God voor het huwelijk hebt gegeven, al uitgepakt hebt, en ja, je trouwt met elkaar en er is verder helemaal niks meer te ontdekken, dan zie je dat jongelui soms al na een paar maanden zeggen, ja, is dit nou het huwelijk? Ik had toch wel een engel naast me verwacht. Ik had toch wel een engel naast me verwacht die mij op mijn wenken zou bedienen. En nou ja, in de verkeringstijd kon je het nog een beetje volhouden om nog een beetje hoffelijk te zijn. Maar ja, nu ineens zit je samen in één huis en blijkt die ander zo anders te zijn. Hallo, heb je het doel voor ogen? God gebruikt het als een proeftuin om jou te reinigen, te heiligen, om je te laten sterven van jezelf, om Jezus zichtbaar te maken. Dat gaat niet vanzelf. Het huwelijk brengt de diepe afgronden van mijn eigen hart aan het licht. Mijn egoïsme, mijn eigen belang, mijn trots, mijn hoogmoed, mijn onrein. Alles wordt aan het licht gebracht in het huwelijk. Dank God daarvoor. En ga ermee aan de slag. Verootmoedig je, bid om genade. Dus hoe komt dat heel veel misgaat? Hoe komt dat er heel veel eenzaamheid is? We hebben met elkaar dat doel nooit helder voor ogen gehad. En daarom is het belangrijk, he, dat wij moeten gaan beseffen, jongelui, en hier zit ook veel jongeren in de gemeente, maar zijn wij ons ervan bewust dat de keuze van een levenspartner de allerbelangrijkste keuze is? Nee, niet de allerbelangrijkste keuze. De tweede allerbelangrijkste keuze, naast de keuze van God. De allerbelangrijkste keuze die we ons leven kunnen maken is de keuze van Rut om te zeggen, ik wil
God dienen. Uw volk is mijn volk. Dat is de belangrijkste keuze. En de tweede belangrijkste keuze in je leven is een levenspartner met wie jij je hele leven door zal brengen, zolang de dood jullie niet zal scheiden. Dus het is heel belangrijk om het helder te krijgen wat dan dat doel is van het huwelijk. Nou, het tweede wat we om ons heen zien gebeuren is dat voorgangers, jeugdleiders, enorm bezorgd zijn door de enorme chaos en schade die ze tegenkomen in het pastoraat. Echt, ik ontmoet veel voorgangers, maar men zit met de handen in het haar en weet niet meer hoe ze de jeugd hierin kunnen begeleiden. Want de jeugd kijkt Netflix. En we kijken allerlei pulp wat via multimedia naar ons toekomt. En daar is het geen enkel probleem om een one night stand te hebben. Om daar één keer met elkaar gestapt te hebben, de avond af te sluiten in een auto, of niet in een auto, maar om met elkaar in het bed te eindigen. En daardoor heel veel meisjes, de meeste meisjes, misschien 95% van de meisjes, ja, die gaat niet meer als maagd het huwelijk in. En we zijn dat gewoon met elkaar gaan accepteren. Het is nou eenmaal zo, om dan nog maar niet te spreken over de vele abortussen die er plaatsvinden. En er wordt zelfs gezegd door Schreeuw om Leven dat het ook in de Bijbelbelt gebeurt. Niet wetend dat je daardoor geweldig demonisch gebonden door kan raken. Nou, en het derde wat we om ons heen zien gebeuren is dat uit onderzoek blijkt, hè, dat echtscheidingen eigenlijk al fout zijn gegaan in de verkeringstijd, omdat ouders gewaarschuwd hebben, de omgeving heeft gewaarschuwd, maar we hebben niet geluisterd. We hebben niet onze oren opengezet. En we hebben niet geleerd om met elkaar ook over deze dingen op een volwassen manier te communiceren. Nee, de liefde maakte blind. We gingen voor het uiterlijk, voor het mooie lijfje, voor het mooie lichaam. En ik zeg altijd tegen de jongelui, daar waar het zoenen begint, stopt het praten. Letterlijk en figuurlijk. Want als je elkaar zoent, kan je niet meer praten met elkaar. Dus daar waar het zoenen begint, stopt het praten. Het is zo belangrijk dat in een verkeringsrelatie je tijd hebt om met elkaar te communiceren. En er is niks makkelijkers om in een negatieve bui tegen elkaar aan te hangen, elkaar lekker te knuffelen en uiteindelijk niet met elkaar te praten. Nou, daar waar je jezelf beheerst en zegt, nee, wij willen lichamelijkheid niet op nummer 1 zetten in onze verkeringstijd, dat heeft tot gevolg dat je juist moet leren communiceren met elkaar. Juist moet leren praten met elkaar. Nou, op dit ogenblik gaat 1 op de 3 huwelijken in Nederland uit elkaar. En het beweegt zich bijna naar 1 op de 2, hè? 2 op de 3. Het is onvoorstelbaar hoe snel dat gaat. En scheiden, dat is altijd lijden. Scheiden is altijd lijden en daarop bezint eer ge begint. God is duidelijk in zijn woord. Er staat in Maleachi 2 vers 16, want de Heere, de God van Israël, zegt dat hij het wegsturen van de eigen vrouw haat. En er staat er ook over de vrouw van je jeugd met wie je verbond bent aangegaan. God haat het dat huwelijken uit elkaar gaan. Waarom? Omdat we dat doel voor ogen moeten houden. Het gaat om de verkondiging. Daarom de Romeinse kerk, die noemt dat wel een sacrament, het huwelijk. Het huwelijk is een sacrament waardoor uiteindelijk Christus en de gemeente zichtbaar wordt. En daarom haat God de echtscheiding. En ik weet het wel, er zijn hele moeilijke situaties. Maar ik denk dat we vandaag in een tijd leven waarin mensen veel te makkelijk er een punt achter zetten. De Bijbel leert ons dat God op zijn hart getrapt wordt, dat de geest bedroefd wordt en dat we het, de Heere zegt in zijn woord, laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtsplegers en overspelers zal God oordelen. Dus daarin maakt hij duidelijk hoe belangrijk het is om in een verbond te leven en niet uit elkaar, uiteindelijk uit elkaar te gaan en ook in, ja, moet ik het zeggen, in overspel te gaan leven, want dat is wat de Bijbel ons leert. Nou, ik denk dat we het er ook met elkaar over eens zijn dat er heel veel schade is. God wil niet wat er op dit ogenblik gebeurt in ons land rondom huwelijk.
verkering, dating, de manier waarop we met elkaar omgaan. Ik ga straks nog iets praktisch erover spreken. God wil dat niet. Maar ik denk dat we het er ook allemaal over eens zijn dat er heel veel psychische en emotionele schade is. Hoeveel jongelui? Nou, misschien nog niet eens, ja, ook jongelui, maar hoeveel getrouwde echtparen zijn er niet die volop, hoe moet ik het zeggen, in de maalstroom van het leven zitten. Ze zijn getrouwd, huisje, boompje, beestje, het eerste kind komt, het tweede kind komt. En dan ineens is dit het leven en ze lopen vast en ze komen bij een psycholoog terecht. En het komt allemaal terug wat er in de jeugd is gebeurd en wat uiteindelijk geen plekje gegeven kan worden. En wij moeten beseffen dat dat allemaal vaak gebeurt op basis van onze Hollywood-visie. Hollywood heeft een andere visie op het huwelijk en op seksualiteit en reinheid dan de Bijbel. Nou, wat zien we nou vandaag de dag gebeuren? Hoe ontstaat vandaag een relatie? Nou ja, ik zou dat aan jullie kunnen vragen. Maar je komt ineens spontaan een meisje tegen. Waar gebeurt dat? Het kan zijn dat je op vakantie bent. Pas ontmoet ik iemand, die had elkaar op de piste ontmoet. Het kan zijn dat je elkaar ontmoet in een jeugdgelegenheid. Een café misschien, sommige jongelui. Of op vakantie, dat je met elkaar met een reis meegaat. Maar op alle mogelijke manieren kan je elkaar ontmoeten. En wat zie je dan heel vaak? Nou ja, dan wordt er een keer een contact gelegd via Facebook of via Twitter of hoe je, of ja, de jongelui hebben tegenwoordig Instagram natuurlijk, hè, maar er worden contacten gelegd. En je maakt met elkaar een afspraak. Is dat verkeerd? Nee, is niet verkeerd. Ik denk dat het heel belangrijk is, daarin wil ik jullie bemoedigen. Zoek netwerken, gelegenheden waar je jongelui ontmoet met wie je ook zou kunnen trouwen. Hè. Dus ik denk dat op een jij daar avond, hier in de gemeente, andere jeugdsamenkomsten, lofprijsavonden, een hardtrackconferentie, allerlei settings waar je andere jongeren kan ontmoeten. Dat is helemaal niet verkeerd. En als je dan vervolgens in die informele sfeer jongelui ontmoet en je vindt iemand leuk, hoe belangrijk is het dan om elkaar beter te leren kennen? Daar is ook niks mis mee. Alleen het is belangrijk dat je anderen in je omgeving, oudere, wijzere raadgevers, betrokken maakt in jouw zoektocht. Ik zie dat jongelui heel vaak op eigen houtje te werk gaan. En ik probeer met mijn tieners daarover te praten. Want wat zie je vaak gebeuren? Nou, verkering wordt op een gegeven moment gewoon een testrit. Zullen we het maar met elkaar proberen? En nogmaals, sommige jongelui hebben er helemaal geen moeite mee. Na 1 of 2 avondjes al met elkaar ook lichamelijk allerlei geheimen te delen met elkaar. En het is allemaal op basis van eros, romantische aantrekkingskracht. En dat voelt altijd goed. Dat is altijd lekker. God heeft het zo gemaakt. Maar de Bijbel is hier heel duidelijk. God heeft het bedoeld in het verbond van een huwelijk. Waar vertrouwen is. Waar je elkaar een commitment hebt gegeven. Daar komt seksualiteit tot zijn recht. Nou, vandaag de dag zien wij dat jongelui er helemaal geen moeite mee hebben om van de een naar de ander te gaan en we kennen allemaal dat voorbeeld en de een vindt dat een dooddoener, maar ik wil het toch nog een keer noemen. Hè? Maar we kennen allemaal dat voorbeeld van dat duct tape. Van als ik mijn arm ontbloot en ik doe die duct tape op en ik plak hier een strookje op en ik trek het eraf, dan doet dat gruwelijk zeer. En als ik het er weer opplakt, dan plakt het nog wel, een klein beetje, maar het doet steeds minder pijn als ik 5 keer dit doe. Het doet steeds minder pijn. En dat is ook met als ik... De Bijbel zegt, wij moeten onze vader en moeder verlaten en wij moeten ons als mannen aan een vrouw hechten. Nou, wat gebeurt er nou als je nou 2 witte A4'tjes tegen elkaar aanplakt met 1 secondenlijn? Nou, dat zit goed stevig tegen elkaar en zodra we dat uit elkaar scheuren, nou, dan is eigenlijk die 2 pagina's, daar blijft niks van over. Het wordt een chaos. Het is, moet ik zeggen, je kan het gelijk in de prullenbak gooien, want je hebt niks meer aan die pagina's. En dat is wat de Bijbel wel duidelijk maakt. Hè? Als wij onwetend ons maar zomaar geven, ons lichaam geven, iets wat God ons gegeven heeft, iets kostbaars, als we dat als meisje weggeven of als jongen weggeven, dan komt er altijd schade, spijt, verdriet. Hoe moet ik het zeggen? Het heeft gevolgen voor de toekomst. Ik heb daarmee te maken in mijn pastoraat. He, dat jongelui, als ze terugkijken, dat ze zeggen toen en toen en toen, ik ben
op een verkeerd spoor terechtgekomen en uiteindelijk zit ik nog steeds met de brokken die ik gehad heb. Nou, dat doet mij denken, en als je een Bijbel hebt mag je even meebladen, maar aan 2 Samuel 13, vers 1, aan 2 jonge mensen, en het is niet verkeerd om elkaar leuk te vinden, dat is helemaal niet verkeerd, het gaat er alleen om, leren we dat te beheersen onder leiding van de Heilige Geest. Het gaat hier in 2, ik wil er toch even dat stukje lezen, omdat dat iets duidelijk maakt wat er kan gebeuren in zo'n lichamelijke aantrekkingskracht, die romantiek. Amnon en Tamar. En dat is het proces wat denk ik voor ons allemaal wel bekend is. 2 Samuel 13 vers 1. Daarna gebeurde het volgende. Absalom, de zoon van David, had een knappe zus. En haar naam was Tamar. En Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. Ja, hij wist ook wel wat mooi was. Hè? En dan Amnon leed om zijn zuster Tamar totdat hij er ziek van werd. Dus die lichamelijke aantrekkingskracht, die was zo intens. Want ze was een maagd. Zodat het in de ogen van Amnon moeilijk was haar iets aan te doen. Ja, zo werd hij opgevoed. Van je blijft van een meisje af. Als je er niet mee getrouwd bent en ze maagd is, dan is ze nog niet van jou totdat er een commitment is. Maar Amnon had een vriend van wie de naam Jonadab was. Een zoon van Simea, een broer van David. En Jonadab was een hele wijze man. En die zei tegen hem, waarom ben jij morgen na morgen zo ellendig aan toe, zoon van de koning? Zou je het mij niet vertellen? En toen zei Amnon tegen hem, ik heb Tamar, de zuster van mijn broer Absalom, lief. Jonadab zei tegen hem, ga op je slaapkamer liggen en houd je voor ziek. Kijk, daar begint het, hè? Het geraffineerde, het spelletje. Zo kan het soms gaan misschien bij een jongen of een meisje. Van een beetje geraffineerd nadenken. Hoe kan ik ze zover krijgen? Hoe kan ik hem zover krijgen? En zou je mij niet, of ja, dan zegt hij, ga op je slaapplaats liggen en houd je voor ziek. Als je vader dan komt om naar je te kijken, moet je tegen hem zeggen, laat mijn zuster Tamar toch komen om mij brood te doen eten. En als ze voor mijn ogen eten klaarmaakt, zodat ik het kan zien, zal ik het uit haar hand eten. Amnon ging liggen en hield zich voor ziek. Toen de koning kwam om naar hem te kijken, zei Amnon tegen de koning, laat mijn zuster Tamar toch komen en 2 koeken voor mijn ogen klaarmaken, zodat ik die uit haar hand kan eten. Nou ja, David was ook blind daarvoor. In die zin heeft hij dat ook niet gezien. Denk, toen stuurde David een bode naar Tamar in het huis om te zeggen, ga toch naar het huis van je broer Amnon en maak eten voor hem klaar. En Tamar ging naar het huis van haar broer Amnon terwijl hij daar lag. En ze nam deeg, kneedde het, maakte het voor zijn ogen koeken en bakte de koeken. En daarop nam zij de pan en schudde die voor hem leeg, maar hij weigerde te eten. En Amnon zei, laat iedereen bij mij weggaan. Iedereen ging toen bij hem weg. En toen zei Amnon tegen Tamar, breng het eten in de kamer, zodat ik het uit je hand kan eten. En toen nam Tamar de koeken die ze gemaakt had en bracht ze bij haar broer Amnon in de kamer. Toen zij die bij hem bracht om te eten, greep hij haar en zei tegen haar, kom, slaap met mij, mijn zuster. Maar ze zei tegen hem, nee, mijn broer, verkracht me niet. Want zoiets doet men niet in Israël. Doe deze schandelijke daad niet. Want ik, waar zou ik mijn schande brengen? En wat jou betreft, jij zou zijn als een van de dwazen in Israël. Welnu, spreek toch met de koning, want hij zal mij aan jou niet onthouden. Hij wilde echter niet naar haar stem luisteren, maar omdat hij sterker was dan zij, verkracht hij haar en sliep met haar. En dan komt de duivel terug met veroordeling en beschuldiging. Daarna haatte Amnon haar met een heel diepe haat. Ja, de haat waarmee hij haar haatte was groter dan de liefde waarmee hij haar had lief gehad. En Amnon zei tegen haar, sta op, ga weg. En dan lees je in vers 20, hè, aan het einde. Daarna woonde Tamar eenzaam in het huis van haar broer Absalom. Toen koning David al deze dingen hoorde, ontstak hij in hevige woede. Maar Absalom sprak niet met Amnon, geen kwaad en geen goed. Want Absalom haatte Amnon omdat hij zijn zuster Tamar verkracht had. Ik heb het gelezen om even de diepte te laten verstaan wat een schade het tot gevolg kan hebben als wij Gods principes, Gods blauwdruk voor huwelijk niet
gehoorzamen. Dan zien we de schade individueel. Dat meisje dat bewaart al die geheimen in haar hart. Ze blijft eenzaam en beschadigd, ontredderd achter. En uiteindelijk heeft het zijn gevolgen voor allerlei verstoorde relaties in de familie. En ik denk dat dat iets is wat we moeten beseffen. Jongelui, God heeft ons seksualiteit gegeven als iets moois. Waar we van mogen genieten in het verbond van het huwelijk. Maar Oscar Lohuis die heeft een boekje geschreven, Exclusieve Liefde. Waarom geen seks voor het huwelijk en hoe mooi het is om te wachten. En ik merk dat jongelui vaak daarin onwetend zijn. Wij moeten leren, jongelui, dat we niet te impulsief moeten zijn. Zolang we in de puberteit zitten en onszelf nog onvoldoende kennen, is het eigenlijk onverstandig om een relatie aan te gaan. Ik heb met mijn dochters er veel over gesproken dat ik het liever niet heb dat ze voor hun 18e een relatie aangaan. Ik vind het belangrijk dat ze eerst volwassen worden voordat zij zo'n geweldige, belangrijke keuze maken. Dating, een afspraakje maken en kijken of het wat wordt, is niet volgens de Bijbel. Verkering, ik zeg het nou even heel scherp. Dating is meer een soort testrit. Max Verstappen die doet een aantal dagen voordat de race geraced wordt, hebben ze testritten met elkaar. Kijken of die motor wel goed functioneert. Kijken of het allemaal wel past en of het allemaal wel succesvol is. Dating is hoererij. Verkering is een vast voornemen van het hart om daadwerkelijk een huwelijk aan te gaan. Ik zeg daarmee niet dat het niet uit kan gaan. Dat zeg ik niet. Maar verkering, en ja, in de Bijbelse situatie ging dat, en daarom zeg ik, heb ik spreken over principes, want in de Bijbel werd je uitgehuweld, dus dat legt toch allemaal iets anders. Maar als we terug willen brengen naar de schrift, dan denk ik dat we ervan moeten beseffen, als ik een verkeringsrelatie aangaat, dan wil ik vanaf dag 1 daadwerkelijk maar uitstrekken om met die persoon het huwelijk in te gaan. Zolang ik daar nog niet zeker van ben, blijft het een vriendschapsrelatie. Waarin je elkaar kan ontmoeten, waarin je met elkaar wat kan gaan eten, waar je met elkaar kan praten, elkaar kan leren verkennen, waarin je haar of hem uitnodigt thuis. Maar mijn advies is, pas op voor lichamelijke intimiteit. Wacht daarmee totdat je dat werkt, en dan bedoel ik mee om elkaar een zoen te geven, misschien wel wacht daarmee totdat je zegt, ja, wij willen samen daadwerkelijk naar een huwelijk toegroeien. Dus de grote misvatting is dat wij verkering vandaag de dag als een testrit zien. Maar nou ja, we zullen wel kijken waar het uitkomt. We weten nog niet of we voor elkaar beschikbaar zijn. Ja, en als dan die hartstochten gaan spelen, ja, dan moeten we niet raar van op. We zijn niet van steen. We zitten niet als twee blokken steen naast elkaar. Natuurlijk gaat daar iets gebeuren. Maar zolang je elkaar nog niet dat commitment hebt gegeven, is het goed om afstand te bewaren en vooral te communiceren met elkaar. Om elkaar beter te leren kennen. Nou, in dat proces denk ik dat het erg belangrijk is dat ouders en de gemeente daarin ook een plek krijgen. Ik sprak onlangs een manager uit Zuid-Afrika, een Nederlander. Die had in Nederland in een gemeente gezeten. Die was naar Zuid-Afrika verhuisd, maar hij wilde terugkomen naar Nederland. En toen zei hij, mijn oudste hebben gezegd dat ik er nog niet aan toe ben dat ik terugkeer naar Nederland. Ze hebben me nog een jaar gegeven voordat ik terugkeer naar Nederland. Want ze hebben met mij gepraat over 2-3 gebieden in mijn leven waarin ik nog niet geestelijk gegroeid ben. En ze willen graag nog een jaar investeren om mij daarin te laten groeien. En toen dacht ik, een volwassen kerel die de oudste zo volwassen acht om betrokken te zijn in zijn leven, waardoor hij een besluit maakt om nog niet terug te keren naar Nederland, omdat hij daarin geestelijk nog wil groeien. Nou, ik hoop dat dit een gemeente zal worden waar wij elkaar vertrouwen en waar we zeggen, ik wil graag mijn ouders, maar ook oudsten in de gemeente betrokken maken bij mijn geestelijke groei. En als ik vragen heb rondom mijn relatie, dan wil ik graag daarover met een ouder echtpaar praten om te zeggen, help mij om rein te leven naar een huwelijk toe. En als ik fout heb gemaakt, help mij ermee om die zonde te belijden en opnieuw nieuwe stappen te maken om daadwerkelijk het huwelijk te gaan beleven zoals God dat bedoeld heeft. Nou,
Ik denk dat het heel belangrijk is om hier in deze gemeente te bouwen aan relaties. En dat jongeren leren hun leven, dat hoef je niet met iedereen te doen, maar je leven te delen met ouderen. Want we hebben elkaar keihard nodig. Het tweede is dat wij als oudsten en als ouders verantwoordelijk zijn om onze jonge mensen, ja, hoe moet ik het zeggen, om die ook onderwijs te geven. He, en dat betekent dat jongens geleerd moet worden dat als je een huwelijk wil aangaan, dan moet je volwassen zijn. Dan moet je een gezin kunnen onderhouden, dan moet je financiële verantwoordelijkheid kunnen dragen. Zolang we dat nog niet hebben, zolang we nog geen zelfbeheersing kennen met betrekking tot seksualiteit, kunnen we eigenlijk niet beginnen aan een relatie. Dan moeten we als mannen met elkaar over praten. Maar onze dochters en onze zusters en onze jonge meiden in de gemeente moeten we leren hoe belangrijk het is om in veiligheid en in bescherming te leven. En dan kom ik bij een ander gedeelte. En we gaan dan zo wel een beetje naar de afronding toe. Maar dat is een ander gedeelte. Dat wil ik toch nog met jullie lezen. Maar in de Bijbel staat in Deuteronomium 22. Dat ik als vader verantwoordelijkheid draag om de maagdelijkheid van mijn dochters te beschermen. Deuteronomium 22. Vers 13. Het is een heel schokkend gedeelte wat ik nu ga lezen. Oud-testamentisch, maar ik denk wel dat daar een principe in naar voren komt. Deuteronomium 22, vanaf vers 13. Wanneer een man een vrouw neemt en bij haar komt en vervolgens een afkeer van haar krijgt, en als hij haar dan allerlei dingen ten laste legt, haar een slechte naam bezorgt en zegt, deze vrouw heb ik tot vrouw genomen, maar toen ik tot haar naderde, dus toen ik seks met haar wilde, ontdekte ik dat ze geen maagd meer was. Dan moeten de vader van dit meisje en haar moeder het bewijs van de maagdelijkheid van het meisje meenemen en naar de oudste van de stad brengen, naar de poort. De vader van het meisje moet dan tegen de oudste zeggen, ik heb mijn dochter aan deze man tot vrouw gegeven, maar hij heeft een afkeer van haar gekregen. En zie, hij heeft haar allerlei dingen te lasten gelegd door te zeggen, ik heb ontdekt dat uw dochter geen maagd meer was. Maar dit is het bewijs van de maagdelijkheid van mijn dochter. Vervolgens moeten zij het kleed voor de oudste van de stad uitspreiden. Dan moeten de oudste van die stad die man meenemen en hem straffen. Ze moeten hem een boete van 100 zilverstukken opleggen en die aan de vader van het meisje geven, omdat hij een maagd uit Israël een slechte naam heeft bezorgd. Verder zal zij hem tot vrouw blijven. Hij mag haar al zijn dagen niet wegsturen. Maar als dit woord waar is, en dan komt het over de ernst in het Oude Testament van rein leven voor het huwelijk. Maar als dit woord waar is, als ontdekt wordt dat het meisje geen maagd meer was, dan moeten zij het meisje naar buiten brengen, naar de deur van het huis van haar vader, en de mannen van haar stad moeten haar met stenen stenigen, zodat ze sterft. Want ze heeft een schandelijke daad in Israël begaan door hoererij te bedrijven in het huis van haar vader, en zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Schokkend. Heel schokkend. Als een meisje geen coaching, geen onderwijs had gekregen van de vader. Als dat meisje niet beschermd werd in haar maagdelijkheid. En ze heeft haar maagd zijn weggegeven aan een jongen. En ze trouwt later met een man die dat ontdekt. Doordat het maagdenvlies gebroken was. En die niet een bewijs van maagdelijkheid, dus geen kleed konden overleggen met waarop bloed zat, waarin dat meisje ontmaagd was, dan moest ze gestenigd worden. Kijk, wij leven niet meer in het Oude Testament, wij leven in het Nieuwe Testament, in het verbond van genade. Maar we moeten wel beseffen dat wij nu in een tijd leven waarin wij veel te oppervlakkig en gemakzuchtig nadenken over het belang van ons lichaam, van seksualiteit, van rein blijven in het leven, met alle gevolgen ook in het huwelijk van dien. Dus het is belangrijk om de ernst hiervan voor ogen te hebben. Wij weten dat er genade is voor elk meisje wat hierin fouten heeft begaan. Het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maar kijk, wij allemaal houden denk ik wel van een mars. En is heel aantrekkelijk. Vooral als je nou even hier anderhalf uur hebt gezeten en we allemaal straks een verlangen hebben naar een bak koffie.
Nou, wie van ons zou er niet verlangen naar deze heerlijke mas? Hé, dat is lekker. Dat is heerlijk. Misschien is er enkele die het niet wil. En als we nou op een gegeven ogenblik zo'n mas op gaan eten. Nou, heerlijk. En ik geef er een paar likken aan. En ik vraag jou er om een hap van te nemen. En nog een hap van te nemen. En vervolgens gaat er nog iemand op staan. En ik vraag dan aan jou, maar heb je hier nog zin in? Is het nog aan het trekken? Ja, sorry, maar... Nee, sorry, dan eet er maar lekker zelf op. Jij hebt er al aan gelikt. Jij hebt er al aan gegeten. Jij hebt er al een stuk van genomen. En zo is het nou ook eigenlijk... Als jongens en meisjes, als het gaat ook over ons lichaam. Seksualiteit is aantrekkelijk. God heeft ons prachtig gemaakt, mannen en vrouwen. En er gebeurt iets in die dynamiek. Dat we er een hap van nemen misschien. En dat wij er een lik aan geven. En op een gegeven ogenblik, dan kunnen we het gevoel krijgen, ik ben niks meer waard. Ik ben oud vuil geworden. Dat wil zeggen, ik heb nou een aantal keren misstap begaan en we krijgen een soort minderwaardigheidsgevoel. We krijgen in onze identiteit, voelen we ons zo gekrenkt, dat we uiteindelijk daarna ook allerlei verkeerde keuzes maken. Terwijl God zegt, ja maar, weet je, het is zo belangrijk om je lichaam rein te bewaren. En als je fout hebt gemaakt, om Gods genade af te smeken over je leven, om zonde te beleiden en nieuwe keuzes te maken. God brengt deze boodschap vanmiddag door middel van zijn woord. Niet om ons te veroordelen, niet om ons in de put te trappen, maar om die norm weer helder te krijgen. En te zeggen, kom jongelui, ouderen, laten we ons daarnaar uitstrekken. Te midden van falen, te midden van die hap die de ander ervan genomen heeft, te midden van verkeerde keuzes die ik gemaakt heb. En al hebben ze op me gestaan en hebben ze me zelfs misbruikt. En voel je jezelf weggegooid. Wanneer wij aan de voet van het kruis onze zonde belijden, Gods genade weer aanvaarden en ons daarnaar uitstrekken, dan mogen wij ons uitstrekken naar dat wat God van ons vraagt. Kijk, het is heel belangrijk, en daar ga ik mee afronden, dat God het goede met ons voor heeft. Dat vind ik zo mooi aan Naomi. Een heidens meisje komt uit Moab naar Israël. Ze heeft geen man. En wat zegt Naomi? Mijn dochter. Zou ik geen plaats van rust voor je zoeken waar het je goed zal gaan? Dat vind ik zo mooi. Een wijze vrouw. Een godvrezende moeder, een vrouw. Mijn dochter. Zou ik geen plaats van rust voor je zoeken waar het je goed zal gaan? Die atmosfeer moet hier in de gemeente zijn. Mijn zoon. Mijn dochter. Kunnen we voor jou bidden dat jij een plek van rust zal vinden waar het je goed zal gaan? Daar is deze preek op bedoeld. Niet om jullie iets moois afhandig te maken of om jullie leven zuur te maken. Nee, mijn verlangen is om samen met broeders en zusters te zeggen, ik hoop dat jullie een prachtig huwelijk krijgen. Wat niet allemaal vanzelf zal gaan, maar waar het jullie goed zal gaan. Waar je elkaar leert verstaan, begrijpen met ieder met zijn verschillende karakterstructuur. Waar dingen soms kunnen gaan botsen. Maar waar Gods diepe genade elke keer weer nodig is om elkaar vergevingsgezind tegemoet te treden. Om niet je eigen belang te zoeken, maar te zeggen, ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Nou, wat is het dan belangrijk, jongelui, om te beseffen dat jongens anders zijn dan meisjes? Hebben jullie die film hier wel eens gekeken met de jeugd van Dick Baarsen? Wat jongens over meisjes moeten weten en andersom het grote verschil. Wie hebt dat wel eens gezien? Het grote verschil tussen jongens en meisjes. Jij hebt het wel gezien? Eentje. Nou, dat is een leuke. Eentje of twee. Het grote verschil. Jongens, zegt Dick Baarsen, jongens zijn net taarten en meisjes zijn net een schietschijf. Een taart bestaat uit punten. En je kan er een punt uitnemen en lekker opeten. Meisjes, zo werkt het bij jongelui vaak, met seksualiteit. Het is iets wat helemaal op zichzelf staat. Je kan een meisje ontmoeten, aantrekkelijk vinden, verlangen naar seksualiteit, verlangen naar lichamelijke eenheid met elkaar. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat die andere dingen, andere delen uit je leven, hobby's, vrienden, of dat er allemaal mee gepaard moet gaan. Dat kan allemaal los te verstaan. Je kan het helemaal op zichzelf beschouwen. Maar als je als jongen tegen een meisje zegt,
Ik verlang ernaar om je zoen te geven. Ik verlang ernaar om jouw lichamelijke intimiteit met je te hebben. Ik verlang ernaar om seks met je te hebben. Dan is dat voor een meisje, ah, geweldig. Het is het hart, als het ware, van haar persoon. Heel veel dingen zitten er omheen als een schietschijf. Maar zij denkt van, nou, geweldig dat hij mij zo leuk vindt, dat hij dat met mij wil delen. Het kostbaarste wat hij heeft, wil hij met mij delen, terwijl het bij de jongen heel anders gaat als in het hoofd van het meisje. Ze waardeert ten diepste die veilige geborgenheid. Ze denkt, oh, geweldig dat hij dat wil geven aan mij. Maar bij een jongen werkt het heel anders. En dan moet je daarom dat eens kijken, hè, van hoe belangrijk dat is om dat te beseffen, dat jongens heel anders in elkaar zitten dan meisjes. Nou, we gaan afronden. Mijn hartekreet vanmiddag is dat God met zijn geest in ons wil werken. En dat hebben we gelezen in 1 Korinthe 6. En Paulus zegt, jullie zijn duur gekocht. Jezus heeft zijn leven gegeven aan het kruis. En hij verlangt ernaar dat als wij belijden dat we kinderen van God zijn, hij verlangt ernaar dat we beseffen dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dus dat meisje wat je ontmoet, of die jongen die je ontmoet, die ook de Heer Jezus volgt, Gods geest woont daarin. Hoe kan jij dan die ander tot zonde verleiden, terwijl de Heilige Geest in hem of haar woont? En dat is mijn hartekreet. Dat wij in deze tijd ons uitstrekken naar rein leven in een onreine wereld. Paulus zegt hier, vlucht weg van de porneia. Nou, dat is vlucht weg van porno. Vlucht weg van elke seksuele relatie buiten het huwelijksverbond van een man en een vrouw. Het is natuurlijk aangrijpend, hè, onlangs, dat je ineens een telefoontje krijgt. Elders uit het land. Hè, maar dat er ineens een vader op je stoep staat van een x-aantal kinderen. Uit de Bijbelbelt. Keurig, elke zondag 2 keer in de kerk. En dan komt belijden dat hij regelmatig homo-ontmoetingsplekken bezoekt. Helemaal vastgelopen is in zijn leven. Niet meer weet hoe hij uit die cirkel moet komen. Hier staat vlucht weg van deze dingen. En wat een wonder als God dan met zijn Heilige Geest je van zonde overtuigt. En zegt, ik wil daarin niet meer leven. Oh, de media zegt, je moet het gewoon doen. Want zo, hè, dat is geen enkel probleem. De wereld vindt het niet erg. Maar de Bijbel is hier duidelijk, we zijn duur gekocht en daarom moeten we God verheerlijken door middel van ons lichaam. En mijn laatste oproep is, laten we een Caleb wezen. Caleb, er staat, de hele publieke opinie, hè, die al die mensen waren tegen Jozua en Caleb, zegt, nee, we kunnen die reuzen niet innemen hoor, die muren zijn veel te hoog, het is onmogelijk om Kanaan in te nemen. En op een gegeven ogenblik dan gaan ze rebelleren en dan worden ze boos. Maar wat staat er in de Bijbel? In Caleb was een andere geest en hij volhardde om de Heere te volgen. En Caleb en Jozua zijn als enige ingegaan in Kanaan. En ik hoop en bid dat wij als Caleb en Jozua zullen zijn. Ook als de wereld zegt, maakt niet uit, het is allemaal prima, dat er in ons een andere geest zal zijn. En dat jullie jongelui bereid zullen zijn om ouderen betrokken te maken in jullie strijd en in jullie leven. En dat we als ouderen niet boven de jongelui staan, want wij kennen allemaal onze verkeringstijd en de fouten die wij daarin gemaakt hebben, om in kwetsbaarheid de jongelui genade voor te houden. Ook bij misstap. En zeggen, weet je, bij God is er altijd een nieuw begin. Dat ouderen schouder aan schouder samen met de jongeren bidden om godvrezende relaties, om vriendschapsrelaties, waarin uiteindelijk ook Gods genade nog meer verheerlijkt wordt. Amen.